In deze video gaan we kijken naar mijn passieve inkomen van de laatste paar maanden. Want, zoals jullie misschien wel weten, probeer ik elk kwartaal een video daarover te maken. Een beetje een update te geven en kijken of er dingen zijn veranderd. Het is nu eind maart 2019. Het is dus weer tijd voor een nieuwe video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus als je daar interesse in hebt en meer video's wilt zien, abonneer dan op dit kanaal. En zoals gezegd, gaan we in deze video kijken naar mijn passieve inkomen. Dus een inkomen dat ik heb verdiend zonder dat zeg maar, ik een uurloon voor te krijgen. Dus zonder dat er echt werk per uur tegenover staat. In de laatste video had ik drie uh, passieve inkomens. Die hadden allemaal te maken met uh, investeren of beleggen. Inmiddels zijn er uh, twee. Extra bijgekomen. Eentje daarvan is nog steeds beleggen, maar we hebben ook een nieuwe ja, vorm van passief inkomen erbij gekregen. Nou, we gaan dus nu kijken hoe het er nu voor staat. Aan het einde van de video kijk ik ook een beetje vooruit wat ik de komende maanden verwacht. Of er nog meer dingen bijkomen of er bedragen veranderen. Dus we gaan eerst kijken naar degenen die ik nu heb, en die hebben eigenlijk allemaal te maken, de eerste vier in ieder geval, met uh, investeren of beleggen. Ten eerste is dat beheerd beleggen via Bink Forward, oftewel Bingbank. Uh, dit is mijn, in principe qua bedrag mijn grootste. Uh, portefeuille eigenlijk van beleggingen. Er zit op dit moment uh, 11.375 euro en 59 cent in. Terwijl bij de vorige video die ik maakte, toen was het nog 9142 euro en 52 cent. Dus inmiddels is er wel meer geld bijgekomen. Dit komt vooral omdat ik elke maand 300 euro automatisch zeg maar, bijboek, wat dus belegd gaat worden voor mij. Dan nou, kijken we nou naar de rendement op deze bedragen. Dan had ik de vorige keer 92 euro en 52 cent in de plus. Op dit moment is het 825 euro en 59 cent in de plus. Oftewel ten opzichte van de vorige keer 733 euro en 7 cent meer. Dus je kunt eigenlijk al zeggen dat het in ieder geval qua beleggingen best wel goed is gegaan bij Bink. Dat heeft natuurlijk wel mee te maken dat de laatste keer dat ik keek was het ongeveer november van 2018. Ja, dat was net het moment dat de beurs heel erg ja, best wel onderuit ging met Volgens mij 15% ongeveer. Dus de beurs is inmiddels weer opgekrabbeld. En dan komt natuurlijk dit rendement natuurlijk, uh, ja, wel naar voren, omdat het gewoon de laatste tijd goed is gegaan op de beurs. Mijn tweede passieve inkomen komt vanuit de Giro. Hier heb ik dus uh, dat ik zelf aandelen koop en dat soort dingen. Dus in plaats van beheer beleggen bij de Bing Bank, doe ik bij de Giro zelf keuzes maken. Daar heb ik verschillende bedrijven in geïnvesteerd. Tesla is mijn grootste, maar denk ook aan Facebook, Alibaba, Visa en nog een paar andere. Uh, kijken we nou naar de vorige keer. Toen had ik daar 7.306 euro en 70 cent in zitten. Inmiddels is het bedrag opgelopen naar 9106 ,19 euro 19 cent. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik ook hier weer extra geld in heb gestort. Uh, ik probeer hier maandelijks 100 euro in te doen. Maar af en toe doe ik dat wel, af en toe doe ik het niet. En dan in één keer doe ik gewoon wat meer. Uh, kijken we nou naar een paar weken geleden, volgens mij begin van maart toen heb ik juist aandelen van Tesla gekocht want toen had ik een video gemaakt van interessante aandelen voor deze maand toen heb ik gezegd van als Tesla onder de 300 komt dan koop ik Tesla nou dat was eigenlijk de dag erop of volgens mij zelfs de dag dat de video uitkwam gebeurde dat al dus Direct maar wat aandelen gekocht voor, ik geloof, 1100 of 1300 euro. Dat weet ik niet meer precies, in ieder geval 5 stuks. Nou, helaas is de koers onderuit gegaan van Tesla. De rest is op zich wel best goed gegaan. En kijken we nou dan naar wat we de vorige keer hadden. Toen hadden we nog een verlies, zeg maar, van 223 euro en cent. En omdat nu met Tesla dus uh, wat minder is gegaan, is het verlies eigenlijk opgelopen. Uh, je hebt een negatief rendement, zo kun je het zeggen, van min 535 euro en 7 cent. Oftewel 312 euro minder dan de vorige keer. Dus op dit moment is het hier minder mee gegaan. Heeft vooral met Tesla te maken, zoals gezegd. Want de beurs staat nu ongeveer rond de 260. Nou, 15 aandelen keer 40 dollar verschil is behoorlijk, een, ja, behoorlijk groot verschil. Juist de andere aandelen die je ziet... Uh, kun je zien eigenlijk dat ik de laatste tijd juist rendement heb gemaakt. Dat ik ofwel in de winst sta of bijna in de winst sta. Want ik, bij sommige bedrijven heb ik gekocht toen ze juist uh, op, ja, het aandeel hard onderuit ging. Denk je bij een Alibaba of Facebook die in één keer 20% minder waard worden. Nu zijn we al een... Misschien wel een half jaar tot een jaar verder zijn de aandelen eigenlijk weer eigenlijk op, bijna op het oude niveau. Of misschien al zelfs er iets overheen. Dus, dus zo gezien gaat het op zich best wel goed. Dus alleen nog even wachten op Tesla. Maar ja, dat is, de ene maand gaat het goed, daarmee en de andere maand gaat het minder. Dus misschien dat bij de volgende video die ik maak, Tesla in de plus staat. Dat weet je niet. Mijn derde passieve inkomen komt vanuit Brand New Day. Dat is eigenlijk pensioenbeleg. Ook hier leg ik maandelijks geld in. Dit is 100 euro. En kijk we naar de vorige keer. Toen was het zover dat ik 2500 euro had daar. Uh, inmiddels heb ik nou, 3500 euro. Dus dat is uh, ja, enkele keer 100 euro bijgestort. Ik heb ook nog een keer 500 euro gewoon extra bijgestort om gebruik te maken van mijn jaarruimte van afgelopen jaar. En kijken we naar hoe brand new day het doet. Nou, de vorige keer was dit min 39 euro. Uh, inmiddels is het min 8 euro. Dus we hebben eigenlijk 31 euro winst gemaakt. Of in ieder geval rendement gemaakt. Um, maar het is nog wel zo dat ik nog steeds in de min sta, al is het maar een heel klein bedrag. Op zich is het niet zo erg. Het gaat toch voor de lange termijn. Maar het zou leuk zijn uh, als het straks in ieder geval beter gaat hiermee natuurlijk. Dan ben ik inmiddels ook begonnen met Peaks. Dus een, ja, een soort app van de Rabobank in principe. Waarbij je wisselgeld bijvoorbeeld van de pintransacties automatisch wordt belegd. Nou, daar heb ik dus ook sinds enkele maanden gebruik van gemaakt. Ik ben een beetje nog aan het testen mijn ervaringen. En binnenkort zal ik daar een video over maken. Dus als je die wil zien, abonneer je op het kanaal zou ik zeggen. Um, en daar zit op dit moment 30,96 euro in. Dus eigenlijk allemaal wisselgeld dat ik erin heb gestopt, automatisch gebeurt dat trouwens en daar heb ik op dit moment een rendement um, sta ik in de plus met 1,18 euro nou, het is geen heel groot bedrag, maar het is ook maar heel weinig wat erin zit, het is toch wel een mooi percentage en dit waren tot zover in ieder geval de uh, passieve inkomens vanuit investeren en beleggen, inmiddels heb ik er ook eentje bij, en dat is Picnic ik heb hier een paar weken geleden, of misschien wel een paar maanden geleden al, een video over gemaakt waarin ik uitleg wat Picnic is waarom ik het gebruik, en waarom ik het aan mensen aanraad, ook als je uh, bezig ben met financiële dingen, omdat je juist goedkoper uit bent. Het is makkelijker, dus je houdt tijd over voor andere dingen. Nou, uh, tijdens die video heb ik daar een affiliate uh, link in geplaatst. Dus als iemand daarop klikt, of in ieder geval die code invult bij een bestelling, dan krijgt die persoon 5 euro korting op de boodschappen. Maar ook ik krijg 5 euro korting op de boodschappen. Eén nou, iemand heeft tot nu toe deze code ja, verzilverd, zeg maar. Dus daar heb ik 5 euro korting voor gekregen bij mijn boodschappen twee weken geleden. Dus je zou kunnen zeggen dat dit een soort van inkomen is, omdat ik. Ja, ik hoef hem 5 euro minder te betalen. Dus, hetzelfde als je 5 euro extra krijgt. Um, dus op die manier heb ik al via affiliate marketing zou je kunnen zeggen 5 euro verdiend. Dus, dit is nog geen groot bedrag, maar je kunt in ieder geval zien dat het werkt. Uh, ook hier met dit soort dingen probeer ik in de toekomst meer te gaan doen. Op dit moment is het nog maar heel klein. Is het is eigenlijk in één video dat ik het gebruikt heb. Ik heb wel enkele links onder deze video staan, ook met affiliate links. Er wordt wel op geklikt, maar mensen hebben nog niet iets gekocht, bijvoorbeeld. Dus er komt nog geen inkomen uit. Maar het maakt er niet uit. Het is meer iets voor de lange termijn en leuk voor erbij te hebben. Uh, misschien dat deze dingen dadelijk vaker voorkomen, dat je toch een klein beetje inkomen hieruit hebt. Uh, maar mijn grootste gedeelte zal gewoon uit uh, investeren en beleggen komen. Tellen we al deze bedragen nou op. Dus we hadden plusbedragen en minbedragen, komen we uiteindelijk op uh, 458 euro en 25 cent meer ten opzichte van de vorige video. Dus een ja, redelijk rendement, maar niet al te best. Uh, het had beter gekund, laat ik het zo zeggen, maar we zaten toen ook nog in een tijdje dat de beurs nog onderuit ging, terwijl hij nu weer gaat stijgen. Dus het is op zich best redelijk, ik ben er best tevreden mee. En kijken we naar de toekomst, naar de volgende video bijvoorbeeld over drie maanden, dan zie ik natuurlijk dat ja, de beurs is een beetje afwachten, het is een moeilijke periode nu. Uh, ja, we zitten op heel veel pieken, maar een crisis kan er zomaar aankomen, dus is een beetje afwachten wanneer die komt. Het zal nog niet over drie maanden zijn, maar ik denk dat het in ieder geval voorlopig nog wel even stijgt. Kijken naar affiliate marketing, dat is natuurlijk maar de vraag of mensen op links klikken, waardoor ik eventueel een inkomen daaruit krijg. Wat ik wel zie is dat het best wel goed gaat met mijn YouTube-kanaal de laatste tijd, zeker de laatste week of de laatste paar dagen. Um, probeer wat veranderingen door te voeren, uh, waardoor video's beter gevonden worden. Ik heb inmiddels meer uh, abonnees, loopt daar op richting de 400. En je ziet ook dat op lange termijn eigenlijk in één keer de kijktijd omhoog gaat. Dus het zou zomaar kunnen dat ik over drie maanden voldoe aan de eisen van YouTube. Dat zijn uh, 1000 abonnees en 4000 kijkuren in de afgelopen 12 maanden. Dan kun je je eigenlijk aanmelden voor het partnerprogramma en krijg je eigenlijk dus. Uh, ja, worden advertenties getoond rondom jouw video's. En daar kun je ook geld mee verdienen. Dus het zou zomaar kunnen dat ik bij de volgende video inmiddels hier. Aanvuldoe of bijna aanvuldoe. En dan zou er dus zomaar een inkomen bij kunnen komen. Dus ben je benieuwd naar hoe dat eruit ziet over drie maanden. Zoals gezegd, abonneer dan op de, dit kanaal. Dan mis je nooit meer een video. Bijvoorbeeld over passief inkomen zoals deze video. Maar ook persoonlijke financiën, investeren en beleggen praten we over. Uh, vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. Wil je nog meepraten of heb je vragen? Dat kan onder deze video. Maar we hebben ook een Discord chat. Waar inmiddels ook de laatste paar dagen veel mensen bij komen. Dus we zitten al bijna op 20 man. Praten we ook over van alle andere onderwerpen. Helpen we elkaar. Inspireren elkaar en zo. Dus het is altijd leuk uh, als je daarbij komt. En zo niet is het ook prima. Dan volg gewoon dit kanaal. Praat mee onder deze video's. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.